In deze video gaan we een gedeelde drive aanmaken en bestanden uploaden. Ga naar drive.google.com en klik bij gedeelde drive op nieuwe gedeelde drive toevoegen. Zodra de drive is aangemaakt, ga je weer terug naar je eigen drive om de bestanden erin te slepen. Klik op verplaatsen en je zult zien dat alles in de drive wordt geüpload. Deze drive kun je vervolgens delen met je collega's. Dat doen we via dit scherm. Het maken van de drive is nu voltooid. Mocht je de behoefte hebben om de bestanden weer te verplaatsen naar je eigen drive, dan kan dat via deze weg. En dit is hoe je met gedeelde drives kan werken binnen Google Drive.